Goedemorgen vanuit Zelmzee. Het is vandaag vrijdag 25 januari. Ik dacht, ik ga eventjes naar Zelmzee om even te kijken hoe het hier met Dutch Week gesteld is. Want Dutch Week heeft dit jaar het allereerste evenement in Zelmzee. Want ze doen het al jaren in Gerlos en in Saalbach. En Zelmzee is daarbij gekomen. En we hebben nu op dit moment zometeen een slaom. Ja, en daar hebben ze mij dan ook maar voor gestrikt. Dus ja, er moet iemand laatste worden. En dat zal ik wel zijn. De eerste editie van Dutch Week Zelmzee is van start. En ook van start is hier de slaom. We zijn toch maar weer even een klein stukje aan het skiën, hoe hier de pistes erbij liggen. En de piste die we zojuist genomen hebben, dat is een lift, die is nog half klaar. Terwijl deze draait eigenlijk al 2 jaar. Het Zelmzee Express en het wachten is dat hij volgend jaar hier achter vanuit het dal omhoog gaat. Want dan is namelijk Zelmzee aangesloten met het skicircus Saalbach, Hinterklem, Leogang en Fieberbrun. We hebben nog eventjes stilgestaan hier op de Breitekalm. En daar staat hier wel een heel leuk voertuig. Wat tevens ook een schoolbus is. Nou, wie wil er nou niet met zo'n vehikel naar school gebracht worden? En over de sneeuw hier in Zelmzee. Daar hoef je je echt geen zorgen over te maken. Er ligt plenty. Kijk maar eens wat er bovenop dit sneeuwkanon ligt. En ook vanuit veel plaatsen, zeg maar, op de berg bij Zelmzee, kun je ook naar het meer kijken. Wij zijn de afdaling aan het maken richting het dal. Jullie zien het, de pistes worden toch wat rustiger. Maar waar het zeker niet rustig gaat worden, dat is hier straks aan de rechterkant, het einde van de Aarheid Express. Daar is nog een feestje aan de gang van Dutch Week. Nou, dat gaan we eventjes van dichtbij bekijken. En voor nu zeg ik alvast maar de groeten.